Ik was projectleider van het project Videoreflectie. En ik denk, we hebben een aantal hele mooie losse projecten gedaan. Voor mij was mijn highlight eigenlijk gewoon de afsluiting van het project. Daarin hebben we met een symposium, wat we gewoon voor het hele UMC georganiseerd hebben. En wij, de mensen die ons, die eigenlijk het project op de werkvloer gedragen hebben, hebben we een podium gegeven om te vertellen wat ze gedaan hebben. En daarmee hebben we ook een grote groep mensen die we nog niet bereikt hadden, kunnen bereiken. Die allemaal in de zaal zaten en daar geïnteresseerd konden toe horen. Ik heb het project gedaan samen met een projectmedewerker, Eveline Boy. We waren natuurlijk maar met z'n tweeën voor het project, maar we hebben dat alleen maar kunnen doen door alle mensen op de werkvloer. Ik ben gewoon het meest trots op het feit dat die mensen zo enthousiast zijn allemaal. Eigenlijk met hun dagelijks werk gewoon bezig zijn. Leveren van patiëntenzorg, maar dan ondertussen toch tijd voor ons hadden om met het project Videoreflectie aan de slag te gaan. En daar ben ik heel trots op dat alle deuren open gingen en dat we overal heel erg welkom waren.